Gelaatsmassage, oefeningen 9 tot 15, de rotaties. In de vorige tutorial had ik de laatste rotatie al bijgevoegd. Ze wordt hier nogmaals herhaald. Het is ook weer belangrijk bij de rotaties dat je je handen zoveel mogelijk contact laat nemen. Goed het gewicht van je hand laten doorwegen. En je klant nooit loslaten. Dus als de ene hand de beweging verder afwerkt, kan de andere hand al aan de andere kant beginnen. Bij deze rotatie is het belangrijk dat je echt goed de hand aan het achterhoofd laat staan, terwijl dat je de drie rotaties ter plaatse op de schouder uitvoert. En dan er zeker van zijn dat de vuist echt helemaal achteraan in de nek zit, niet opzij van de hals, maar echt tegen de tafel in de nek. Hand openzetten, kleine drukking op de schouder, dat je wat strek of stretch effect krijgt. Deze rotatie doen we 6 keer in totaal, 3 keer aan iedere kant, afwisselend. Dan hebben we de rotatie in de hals. Het stuk in het midden van de hals, dus de keel, wordt vermeden. We werken goed aan de zijkanten en we maken onze rotatie zo groot mogelijk. Gelijktijdig kin- en mondhoeken. 6 maal. Ook hier de rotaties allemaal naar je toe, enkel op het décolleté en aan de neus gaan we schoolslag zwemmen. De wangen, een grote beweging, elke keer mooi terug achteruit gaan tot voor de oren, zodat je met je volledige hand over de wangen de rotatie kan uitvoeren. Rond de ogen, pandabeer. Mooi rond de oogkas. Beetje druk met de vingers. Goed onder de wenkbrauw werken. Rotatie. Naast het oog, dus je maakt met je de hand van de tegenovergestelde kant een kommetje. Je zet je duim en vinger voorbij de slaap en je gaat de rotaties uitvoeren met de hand aan dezelfde kant. Goed de vingers zo plat mogelijk houden. En je fixeert met je vingers en je duim de huid boven en onder de beweging. Om over te steken gebruiken we de volledige platte hand via het voorhoofd. Dus afwisselend van de van rechts naar links de beweging uitvoeren.
Nog weer 3 maal aan elke kant afwisselend, 6 maal in totaal. Dan rotatie op het voorhoofd. Mooi, tot voorbij het oog gaan. Dan met het tegenovergestelde hand verder doorlopen naar de zijkant van de hals. 3 keer ter plaatse. Over de schouder. Naar de andere kant van de décolleté. Naar de rug en rotaties aan de 7 halswervel. Hand terug bij plaatsen op het voorhoofd. Hetzelfde aan de andere kant. Rotatie tot voorbij het oog. Verder doorlopen met de tegenovergestelde hand. Zijkant van de hals 3 keer ter plaatse. Over de schouder, langs het décolleté, 7e halswervel. Let erop dat de hand die niet werkt al op het voorhoofd staat voordat je de hand aan de 7e halswervel loslaat, zodat je die kan bijplaatsen. Dus de rotatie op het voorhoofd mag al gestart worden op het moment dat je de hand aan de 7e halswervel loslaat. Je blijft in contact met je klant. Op het décolleté ook goed het gewicht van je hand laten doorwegen. Niet te zachtjes,